Dit is de oefening over toerisme en de toeristische sector. Je krijgt zo meteen een aantal multiple choice vragen en we gaan kijken of je ze kan beantwoorden. De eerste, waardoor is de toerist zijn grenzen gaan verleggen? Nou, dit moet zijn allemaal. Welke verdeling maken we in het toerisme? Het moet zijn massatoerisme en kleinschalig toerisme. In 1950 gingen Nederlandse toeristen voornamelijk naar de Benelux. De relatieve afstand naar veel plaatsen is in de loop van de tijd kleiner geworden. Wie is in dit geval een recreant? Een dagjestoerist. De toerismesector is modegevoelig. Jazeker. Een ander woord voor recreatie is vrije tijdsbesteding. Het merendeel van de toeristen komt uit de rijke westerse landen en gaat in eigen land op vakantie. Toerisme is activiteiten die mensen in de vrije tijd ondernemen waarbij ze tenminste 1 nacht en ten hoogste 1 jaar buitenshuis verblijven. Hoeveel mensen gaan gemiddeld wereldwijd per jaar op vakantie? 700 miljoen. Hoeveel mensen werken wereldwijd in de toeristensector? 1 op de 15. Welke 5 categorieën toerisme hebben we? Het moet zijn cultuur, natuur, strand, actief en wintersport. Nou, je kan ook natuurlijk zelf je kennis testen. Kijk in de beschrijving voor de link om dit spel te kunnen spelen. Luister naar en abonneer je op Geographonic.